In het Rijgebouw in Amsterdam wordt de grootste tentoonstelling van bedrijfsauto's gehouden die ooit in ons land te zien is geweest. Ze stonden in alle maten en soorten gereed toen minister Van Aertsen de expositie opende. Er waren uiteraard ook nieuwigheden zoals deze automatische laadklep die in staat is containers van de begane grond naar boven te tillen. Nieuw is ook een veiligheidsriem die de bestuurder ruimte en beweging toelaat, doch die hem wanneer er een schok optreedt onmiddellijk vastklemt. Minister Van Aertsen nam plaats in een ouderwetse brandweerauto en luidde de bel. Dat soort bellen zit niet meer aan de nieuwste brandweerauto's, die moderner en kleuriger middelen hebben om zich een weg door het verkeer te vegen. De bedrijfsauto's worden voortdurend groter. Deze kiepwagen neemt 14 ton lading mee. Tegelijkertijd worden steeds nieuwe lichte combinatiewagens geconstrueerd, waarvan er heel wat op de rij te zien zijn. Evenals autobussen trouwens, die naarmate men er grotere afstanden mee reist, omvangrijker en comfortabeler worden. In de steden ziet men hoe langer hoe meer de kleine, wendbare bestelwagentjes die vaak op een accu lopen. Interessant is deze cabine, die zo is uitgebalanceerd dat die makkelijk kan worden omgeklapt als men toegang tot de motor wil hebben. Die motoren worden overigens ook hoe langer hoe groter. Een bewegend model van een enorme dieselmotor toont de bezoekers de afmetingen van cilinder en zuigers op overtuigende wijze. Ook het nut van grote zijspiegels wordt op de rij duidelijk aangetoond. Het bedrijfsvervoer neemt in stormachtig tempo toe. De rij bleek in staat om het op te vangen. Nu ons wegennet nog.